Hey iedereen en welkom terug bij een gloednieuwe video. Ik zit er weer lekker achter mijn stoel en vandaag ga ik het heel even hebben over 3Prank TV, want mocht jullie 3Prank TV nog niet kennen, dat kanaal is al 1 à 2 jaar dood, zal ik zeggen. En dat was een kanaal waar ik pranks op deed samen met Toon en Menjo. Het kanaal is ook nimmer terug opgepakt, nimmer mee verder gegaan, maar we wilden er ooit wel eens mee terug verder gaan, maar dat is dus niet doorgegaan en dat is heel jammer, maar we hebben gewoon allemaal geen tijd meer. Er is wel een intro filmpje dat Menjo nog eens heeft gemaakt en dat we toen terug wilden beginnen. En dat van, hey, misschien moet ik het eens laten zien aan jullie wat er eigenlijk de nieuwe intro was. En ik vind die zo nice. Ik dacht van, ik ga het gewoon, na ik dit heb gezegd, gewoon dat filmpje laten afspelen. Jullie moeten er maar eens kijken. Gewoon pure nostalgie dat er nog eens op je beeldscherm komt te staan. Dat wil niet zeggen dat 3Prank TV terugkomt. Dat wil ik niet een dikke vette comeback maken of zo. Nee, totaal niet. Dat wel heel awesome zou geweest zijn. Heel graag zelfs, maar het is nu gewoon nog niet haalbaar. Ik vind het een heel vet filmpje. Maar laat gewoon eens je leven onderaan in de reacties aan mij weten hoe graag dat jullie eigenlijk zouden willen dat 3Prank TV terugkomt. Ik ben daar eigenlijk gewoon persoonlijk heel benieuwd naar. Van, zijn er mensen die zeggen van pranks en shit en allemaal, hebben we al genoeg gezien. Of van ja, 3Prank TV was iets waar ik heel graag in keek. Elke vrijdag zat ik gewoon in mijn bed van, ja jongen, 3Prank TV, dan moet er gewoon op komen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Nu komt het filmpje. Bedankt voor het kijken en veel kijkplezier nu. Ja, by the way, ik zit hier nu op het YouTube-kanaal van 3Prank TV. Ik heb me net nog eens ingelogd na 1 jaar of zo. En holy moly, kennen jullie het nog? Het staat nog altijd actief. Jullie kunnen nog altijd alle video's bekijken. De laatste is dus gewoon 1 jaar geleden. Eigenlijk van 2015, dus al bijna 2 jaar. Goh, echt zo leuke video's. Het zijn er niet heel veel. Als jij eens goed wilt lachen en je wilt nog eens heel goede kwaliteitsvolle pranks zien of challenges, kijk dan heel even deze video's. Dat was echt super awesome. En ja, tot de volgende keer. Bye bye.